je wil samen wel. Het seizoen is weer begonnen. Vandaag 60 meter liep jij de series. 7:30, hoe voelde dat? Het voelde niet zo goed. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik wat harder had gelopen. Aangezien mijn techniek, ja, vind ik zelf, wat verbeterd is. Maar het kwam me helaas niet uit vandaag. Dus. Waar is je techniek verbeterd? Vooral mijn looptechniek en de plaatsing van mijn voeten. Dat is vooral en paslengte. Ja. En met wie heb je daaraan zitten werken? Deels met Rana en met Oscar ook, met mijn trainers. Want eerst was het altijd de start, maar nu werk je aan andere dingen. Ja, de start werk ik nog steeds aan, maar het gaat veel beter, dus het heeft een stuk minder aandacht nodig. En nu werk ik dus aan andere dingen. Zijn er vernieuwende dingen bij geweest die je Rana zei? Rana die heeft vooral, die focust vooral op de positie van mijn voeten. Dat ik mijn tenen omhoog trek. Dat deed ik eigenlijk heel weinig. Dus daar werken we vooral aan. Dat gaat nu een stuk beter. Wat zijn daar bijvoorbeeld oefeningen voor? Want ik kan me voorstellen dat je niet tijdens het lopen denkt tenen optrekken. Het is vooral ook in de loopscholing oefeningetjes. Het wordt ook gewoon de hele tijd tegen me gezegd. Dus dat helpt ook. En laten zien hoe ik dat dan moet doen eigenlijk. Nu, ben je naar het buitenland op trainingsstage geweest of heb je alles in Nederland gedaan? Ik heb alles in Nederland gedaan, ja. Ja. Ja, jij bent niet zo vaak. Er zijn groepen die echt altijd naar het buitenland gaan, maar jou eigenlijk misschien alleen in het voorjaar naar Portugal? Ja, alleen in het voorjaar naar Portugal. Ja, ik had het wel gewild dit jaar, maar ja, het is niet gelukt. Dus ik vind het wel lekker hoor, om soms even naar het buitenland te gaan, maar het is niet van gekomen. Wat doe jij naast de sport? Niks. ik schilder soms en verder eigenlijk niks. Fulltime atleet, want destijds liep je toch nog stage bij Essex, een paar jaar geleden? Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook nog gedaan, maar dat is alweer even terug hoor. Heb je die opleiding afgemaakt? Ja, die opleiding heb ik afgemaakt. En daarna wilde ik eigenlijk nog wat anders doen, maar de combinatie dat ging gewoon niet. Dus nu doe ik gewoon fulltime topsport. En schilderen dus? Ja, en schilderen. Wat schilder je zoal? Van alles, portretten, natuur, dat soort dingen. Wanneer ben je daarmee begonnen of hoe kwam dat? Ik deed het altijd al een beetje. En toen had ik een cursus gehad op school. En toen vond ik het steeds leuker om te doen. En toen ging ik het steeds meer doen thuis. En toen heb ik ook nog een cursus gedaan toen ik klaar was met mijn opleiding. En toen ben ik dat gewoon blijven doen. En wat gebeurt met al die schilderijen? Sommige geef ik weg en sommige hou ik. Ik heb een heleboel in de kast staan. Dus, ja. Woon je nog thuis? Ja. Dus die kast wordt, die ruimte wordt aardig vol? Ja, die is er best wel vol. Hè. Het wordt tijd voor een grotere ruimte waarschijnlijk. Maar. Doelen voor deze winter op de sprint? WK Indoor denk ik dat je naartoe wil? Ja, ik wil graag naar het WK Indoor. Deze openingstijd is wel goed, ondanks dat ik vond dat ik niet zo goed liep. Dus dat betekent dat mijn basis wel goed is. En nu wil ik gewoon zo snel mogelijk die 7:20 lopen. En dan lekker naar het WK. Ja, want vandaag heb je alleen series gedaan, waarom? Omdat ik vind dat de tussentijd tussen de 260 is te lang is. En het is mijn eerste wedstrijd, dus ik ga gewoon lekker naar de volgende wedstrijd. En dan hou ik het voor vandaag voor gezien. En volgende wedstrijd is? Düsseldorf. Tot woensdag. Tot woensdag.